Vandaag wordt hier een fietstocht georganiseerd door Roy en Corine. Ten bate de opbrengsten gaan naar de Stichting Scleroderma Nederland om zoveel mogelijk awareness te creëren en om voorlichting te geven over deze ziekte. En wat is dat voor ziekte precies? Het is een auto-immuunziekte. Dat wil zeggen dat je lichaam zichzelf aanvalt, zeg maar. En het is eigenlijk verbindweefseling van het lijf. Dus je huid wordt heel hard, waardoor die op een gegeven moment zo hard wordt als gips, noemen ze het, zelfs als steen. Je organen worden ook aangetast, waardoor je de organen niet meer optimaal functioneren. En er meestal vroegtijdig overlijden in het spel is. En voor deze fietstocht komen er ook veel mensen op af? Ja, we hebben heel veel mensen heel hard aangewerkt. En ik geloof dat er een stuk of 50 fietsers zijn. Voor de eerste editie is dat best een hoop. En willen jullie het meer doen? Nou, ik vind het nu wel een succes. En ik hoop volgend jaar nogmaals zo'n fietstocht te organiseren. Want ik hoop dat ze dat willen gaan doen voor ons, voor de tweede keer. En hoe kunnen de mensen jullie steunen? Ze kunnen ons steunen door loodjes te kopen vandaag, maar ook op www.stichtingsclerodermienederland.nl. Daar kun je allerlei informatie vinden over de ziekte en daar is ook een Ideal knop. Daar kan je rechtstreeks een betaling over maken. En deze betaling zullen wij gebruiken voor onderzoek en voorlichting.